Pasen, kaatsen en rennen. Hier op het veld van DSS in Haarlem wordt hard getraind. Onder andere door 4 talenten van Telstar. Ze zijn onderdeel van een groep van 42 talenten die dit seizoen meedoen met de voetbalschool van Telstar Vrouwen. Telstar die heeft een platform opgericht samen met de stichting VVK. En daarin zitten 20 clubs die zich bezighouden met het ontwikkelen van het meiden- en vrouwenvoetbal. En daarvanuit hebben we een voetbalschool opgestart. Vanaf dit seizoen trainen deze meiden naast hun eigen club nog eens 4 keer extra per week bij de voetbalschool. De verschillende clubs in het platform komen eens in de zoveel tijd samen. Op een warme zomeravond brengt Natasja van Grinsven de clubs op de hoogte van het voornemen van Telstar om in de Eredivisie vrouwen te spelen. En dan willen we dat het liefst, daar waar mogelijk, niet doen zoals een Ajax die overal meiden en talenten vandaan haalt. Maar het liefst doen we dat met deze regio. He, dus dat we vanaf begin af aan, van onderaf aan, hier helpen als potentiële Eredivisie-club. En dat we vanaf de grond af aan, vanuit de breedte naar de top, hier het vrouwenvoetbal ontwikkelen. Want die meiden verdienen dat. Telstar is dan heel enthousiast. De KNVB staat niet te springen bij het idee om de Eredivisie vrouwen snel uit te breiden. Ja, dat is niet zozeer een doel van ons. Want we zien dat het aantal vrouwen dat speelt in Nederland is rond 158.000. Dus een hele grote Eredivisie, daar hebben we gewoon het talent nog niet voor. Ik denk dat je in de komende paar jaar naar 14 tot 16 teams toe moet. Om een beetje volwaardige competitie met uit- en thuiswedstrijden te krijgen. Nu spelen teams in de Eredivisie 4 keer tegen elkaar in een jaar. Wat is daar de lol van? Talentontwikkeling is best als je zo vaak mogelijk met de beste de beste speelt. Dus als je te veel spreiding gaat krijgen, is dat eigenlijk juist niet goed voor de ontwikkeling van je voetbalniveau. Dus dat is geen doel van ons. We willen juist in kwaliteit gaan groeien. Voor Hans de Winter gaat dat argument niet op. Hij constateert dat de meiden afhaken door een gebrek aan perspectief op een plaats in de Eredivisie. We zien wel dat tussen 17 en 21 gewoon heel veel vrouwen stoppen met voetballen. Of bewust kiezen voor maatschappelijke carrière. En dan heb je zelfs bij amateurclubs dat je in de onder 19 een heel goed team hebt lopen. Maar dat ze toch allemaal kiezen voor studie en in de selectie uiteindelijk speelsters tekort komt. Of in ieder geval niet door kunt selecteren. En dat is jammer. En voorheen hadden we 2 talententeams in Amsterdam en Eindhoven. Maar nu, dat is te weinig. Dus we hebben samen met de clubs afgesproken dat elk club een belofteteam heeft. Om zo het perspectief van alle meiden te vergroten. En ook zijn we zelf begonnen met de Nationaal Onder 23 team. Om die doorstroom te verbeteren. Zodat meer meiden kans hebben om oranjelid te worden.